En we zijn er! Wow, ik schrik voor jou! Oh, ja, Jumbo Gucci! Ja! Ga je daarmee samenwerken? Ja! Wow! En ik heb vandaag een kantoormeeting. Wow! Ik ben in een winkel. Het is echt heel vet. We hebben een studio gebouwd. Oh mijn god, dit geloof je nooit. Goedemorgen en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik moet een beetje stil zijn, want mijn zus ligt te slapen. Het is best wel vroeg en ik moet nu naar werk. En het is nog best wel donker buiten, maar ik laat even mijn outfit zien en dan ga ik richting werk. Ik draag dit te leuke setje van de Costus. Dit truitje is van de Costus. En deze bijpassende rok. Oké, het is echt walgelijk licht. Maar goed. En verder heb ik een huiskleurig panty aan. Dat zie je niet. En mijn lookalike Dr. Martens van mijn werk, Lily. En heel erg leuk. Een glittersokje. Dit is toch geweldig. Oké, ik ga nu snel even naar de auto lopen en nog even eten maken. En dan praat ik jullie even bij. Nu echt goedemorgen. Het is heel erg koud. Ik ga naar werk toe. Het is wel leuk, want het is dus nu maandag. En we zijn eigenlijk altijd op maandag gesloten. Om dus bezig te gaan met andere dingen en zo. Maar nu ga ik dus maandags webshop foto's maken, foto's voor social media, misschien video's voor YouTube en zo voor hun. Dus dat is heel erg leuk, daar heb ik heel veel zin in. En dat wordt vandaag dus de eerste keer, dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat zijn. En de oh, waarom blijft dit ding nooit staan? Ik zie jullie straks, ik ga nu een dagje werken. Waarschijnlijk tot iets van, geen idee. Ik kan het eigenlijk helemaal niet zeggen. Het ligt er aan wanneer we klaar zijn. Ja, ik zie jullie straks. Zo, ik ben in een winkel. Het is echt heel vet. We hebben een studio gebouwd. Met van die lampen, die gaan straks aan. Hele witte canvas. En dan hier nog de ringlamp. Yay! Ik zit lekker op de bank. Ik heb net Temptation Island USA gekeken, seizoen 2. Of de nieuwe aflevering ervan, want ik had zaterdag geen tijd, want ik moest toen werken. Maar echt, het is zoveel leuker dan de Nederlandse. En niet alleen omdat er per se meer drama is, want dat is niet eens zo. Maar gewoon omdat het wat psychologischer is of zo. Ik weet niet. Ik vind dat wel heel leuk. En nu, ja, verder. Ik ben gewoon een beetje aan het chillen. Ik ga zo nog even wat thumbnails maken voor video. En vanavond ga ik sporten om 6 uur, van 6 tot 7, met mijn moeder. Dus dat is wel leuk. Gaan we weer crossfit doen, want ik doe dus crossfit. En ja, morgen en woensdag en donderdag weer naar school. Dus dat is eigenlijk wat ik nu aan het doen ben. Niet zo heel veel, gewoon een beetje aan het chillen. Wel lekker eigenlijk. Want gisteren was ik eigenlijk best wel brak. En het ging naar familie en zo, dus heb ik niet echt kunnen uitbrakken. Dus ik heb het gevoel dat ik dat nu nog een beetje een soort van moet doen of zo. De thumbnails zijn gemaakt, dus dat is leuk en top. Dat scheelt weer. En oh ja, ik zat net mijn analytics te kijken van mijn YouTube kanaal. En ik zag dat, hoeveel? Bijna 60% van mijn kijkers niet geabonneerd zijn. Shock! Dus bij deze ben jij nog niet geabonneerd. Abonneer je dan op mijn kanaal, daar zou je me heel erg blij mee maken. Even zelf promo, maar hè, laten we dat doen. Oh ja, en ik heb een vraag. Ik heb namelijk opeens, ik weet niet of je het kan zien, aan deze kant van mijn gezicht een dikke puistenaanval. Het is echt heel raar, want hier heb ik helemaal niks. En ik heb eigenlijk nooit echt dikke puisten. Maar nu de laatste tijd heel erg hier. En deze komt door, dat is nog niet echt een puist, maar je voelt gewoon dat die komt en het doet pijn. Heel veel zeggen dat als je het aan één kant van je gezicht hebt, dat het komt door je kussen. Maar mijn kussen is nu al zo vaak in de was geweest dat het gewoon niet kan. Dus tips graag. Ik heb geen idee hoe dit zou kunnen. Waardoor zou dit kunnen komen en wat is een fijn middel tegen dit soort
pukkeltjes. Het is zeg maar niet dat ik een vette huid heb of hier vaker last van heb, maar het is best wel opeens de laatste tijd. En eigenlijk vooral altijd hier. Dus ik heb jouw tip echt even nodig. Dus let me know in de comments en dan ga ik nu verder met niks doen. Oh, ik ben zo verkouden. Ik word gek. Ik ben zo rete moe, hè. Dat is echt heel irritant. Maar ja, dat krijg je als je een beetje op de bank gaat kijken naar Temptation. Huh? Fuck. Oh, hier. Maar goed. Oh. Ik ga zo sporten. En dan ik ga nu zo nog eerst even mijn kamer opruimen. Want het is niet per se een bende, maar ik wil gewoon even alles netjes, troepjes een beetje weghalen, ook op mijn bureau. En gewoon mijn prullenbakje even legen en zo. Maar goed, ik ga dus nu zo sporten, dus dan hoop ik dat ik daarna een beetje weer energie heb. Niet dat ik dan veel ga doen, maar ik wil vanavond echt even een masker opdoen voor mijn huid. Lekker chill, lekker in bed liggen, theetje erbij, kerstboompje aan. Oh, zoveel zin in. Oh ja, shit, ik moet nog een pakketje sturen. Oh, dat heb ik even niet meer gedacht. Voor, you know, dat waar. Ik heb deze echt te leuke glitterbroek verkocht. Die is mij te klein en ik draag dat gewoon... Ik droeg hem niet meer, dus ja, dan maar iets anders. Dus die, ja, ik even opsturen. Dat ga ik zo wel doen als ik ga rijden, naar sporten. Verder ga ik nog even mijn YouTube planner en mijn gewone planner even weer bijwerken. Oké, volgens mij is het weg. Dikke eyeliner vlek had ik, zo. Sorry voor dat. Het is vandaag dinsdag. Oh, mijn haar moet nog even uitgekamd en zo worden. Maar ik ga zo eerst even eten. Ik ben zo rete verkouden. Oh mijn god. Echt heel irritant. Maar we gaan ervoor vandaag. Ik ga even ontbijten. Ik weet nog steeds niet. Ik heb nog steeds die struggle. Dat ik dus niet weet wat ik van ontbijt moet gaan doen. Qua eten. En oh mijn god, ik moet dit echt zo even fixen. En vandaag heb ik school van 11:45 tot 3:15. Eigenlijk wou ik daarna nog even de stad in, want ik heb nog concealer nodig. Die is op. Mascara, want ik heb nu eentje die ik echt niet fijn vind, maar hij is op. Oh my god, hoorde je mijn buik? Wow. Maar toen zag ik een video en toen zag ik dat de Kruidvat en zo ook meedoen met Black Friday. En toen dacht ik, dan wacht ik nog wel even een paar dagen, want dan koop ik het wel met Black Friday. Vanmiddag als ik thuis kom, moet ik nog even een paar dingen voor school doen en dan... Eigenlijk niet heel veel, dus dat is wel even fijn. Morgen ga ik mijn naast weer laten doen en neem ik jullie mee. Dus het wordt weer helemaal gezellig. En vrijdag ga ik shooten in Amsterdam met Black Friday. Dus daar ben ik net achtergekomen dat het echt best wel dom is. Maar we gaan toch niet weer winkelen. Dus maakt niet uit. Ik zal even mijn outfit laten zien. Ik heb mijn schoenen nog niet aan, maar dat doe ik zo wel. Ik draag mijn trui van Colorful Rebel.
Vind ik echt heel erg leuk. Eigenlijk wilde ik een heel leuk fancy outfitje aan doen. Maar ik dacht met mijn keel en zo, ik doe wel gewoon even lekker een truitje aan. En daarbij heb ik deze mom jeans van Bershka. En mijn schoenen moet ik nog aandoen. Ik denk of witte laarshakken. Laarshakken. Of gewoon gimpen, dat weet ik nog niet. En ik ga nu even eten. Nou, ik ben thuis van school en ik heb net lekker een oliebol gegeten met wat mensen uit mijn klas. Dat was echt heel erg lekker. Maar goed, het is nu 4 uur en ik ben net thuis van school. En ik ga heel even nog bezig voor school, dus ik ga het hier gezellig maken. En om 5:30 ga ik sporten. Ik heb er eigenlijk echt geen zin in, maar ik ga het wel doen. Want anders ga ik, deze week kan ik sowieso verder niet sporten en dan ga ik het niet doen. En dat is echt slecht, want we gaan het wel gewoon doen. 2 keer in de week gewoon aanhouden om lekker te gaan crossfitten. En het is echt een kut word. Dus workout of the day. Maar goed, we gaan het doen. Het is goed voor me. Dus ja, ik ga even gezellig maken hier. En dat doe ik door lampjes aan te doen. En oh my god, het was zo grauw. Het is grauw buiten. Het is echt... Focus graag. Het is dit is 4 uur nu, hè? Je kan het niet zo goed zien. Het lijkt best wel blauw. Maar echt, het is regenachtig aan het miezeren. Het is gewoon mistig en grauw en saai. Oké, het is echt vet donker. Maar ik ga even snel omkleden, sportkleren aan en dan ga ik sporten. En oh my god, het wordt zo'n zware wot. Echt geen zin in. Daar gaan we. Oh, en deze lippen gaan we er even afhalen natuurlijk. Ik zit in de auto en we gaan er vandoor. Ik ga sporten dus. En daarna als ik thuis kom ga ik eten. Ik ben iets van, die camera, die wankelt. Ik ben iets van 6:45 thuis. Dus dat wordt laat eten. En er is ook niemand thuis. Dus ik moet een ovenschotel 30 minuten dan nog in de oven doen. Dus ik eet echt pas om, wat zal het zijn, 7:15, 7:30 of zo. Ik ga er nu vandoor. En ik zag net dat alleen maar mannen vanavond meedoen met de WOD. En niet eens veel. Dus dat wordt echt een hele zware. Maar ja, goed voor me. Let's go. Ik ga er vandoor. En ik zie jullie zo als ik dood ben. Ik weet niet of je deze bezweten kop kan zien, maar oh my god, dit was niet grappig. Oh, ik moet echt even bijkomen. Holy shit, wat een wat zeg. Man, man, man. Dan ga ik even lekker douchen. Oh, daar heb ik zin in. Lekker mijn haar wassen. Maskertje op. In bed liggen. Filmpjes kijken. Heerlijk. Kan niet wachten. Oh, en eten natuurlijk. Oh ja, shit, dat moet nog in de oven. Oh, drama zeg. Ik ga stuk. Sander had deze gehaald. En hij ligt nog bij mij in de auto. Nom, 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 nom. Sorry. Ik geef hem je zo snel mogelijk weer terug. Oh, maar even, hoe lekker. Deze is zo lekker. Dit is die Milka Maxi en dan met biscuit. Sanne zegt, eet maar op. Oh, I will. Niet hoor, nee, 1 stukje. Goedemorgen, wou ik zeggen. Goedemiddag alweer. Het is woensdag. En ik ben alweer terug van school. Ik moest vanochtend echt vet vroeg uit bed. Echt het vroegst van altijd. En ik heb al zeg maar best wel weinig school. Ik ben 2 dagen in de week vrij. Maar op woensdag moeten we altijd heel vroeg uit bed. Maar zijn we wel al lekker om 11:45 vrij. Dus echt super chill. Ik heb hier mijn tosti. Ik ga zo even lekker tosti eten. Want het is 11:15. Het is al 11:50. Dus ik heb echt beren honger. En ik zie er ook trouwens niet uit. Maar ja, boeien. En ik wil namelijk iets vertellen nog. Ik drink iets zo lekkers. En dit moeten jullie weten in je leven. Ik zweer erbij. Echt. Oh, op vakantie namelijk dronken we altijd joppelen. Of jop drink of zo. Dat hebben ze alleen in Frankrijk. En dat is een soort van vanille drink. En dat is zo lekker. En nu hebben ze ook bij de Jumbo vanille smaak drinkyoghurt. Ja.
En dit is zo rete lekker. Oh mijn godje. Dus ik ga hier even heel goed op. Ik teer hier heel zeker goed op. En ik ben lekker met Tossie aan het eten. Weekvlogs aan het kijken. En ik ga straks mijn nagels doen. Maar ik weet nog niet wat ik wil. Ik heb dus nu een beetje nude goud. Ze zijn ook weer uitgegroeid. Dus dit zijn mijn eigen nagels. En ik heb gel. Niet een gel lak, maar gel nagels. Ik heb er ook geen verstand van. Ik weet het ook allemaal niet. Maar goed, ik ga even kijken wat ik daarvoor ga doen. Maar heel vaak bepaal ik het eigenlijk ter plekke. En ik weet wel wat ik voor kerst ga doen. En dat kon ook dus. Helemaal leuk. Yay! Koud, koud, koud. Even een pakketje openmaken. Van mijn PR-bureau. Hierbij ontvang je een pakket voor de Black Friday campagne voor Clinique en Bobbi Brown. We kunnen dus korting krijgen bij Clinique en Bobbi Brown met een Black Friday en een Cyber Monday code. Maar die krijg ik nog op de mail. Dus dat zet ik in beeld of in de linkjes in de beschrijving. Voor korting, want dat is altijd goed. Maar als jullie dit zien, besef ik me, is dat al voorbij. Dus laat maar. Ik heb van Clinique de High Impact Mascara in de kleur zwart. Deze. Oh, heel mooi. Hij heeft een heel mooi glitter donkergroene verpakking. En mijn mascara is op. Dus. Oh ja, het is wel zo'n best wel basic borsteltje. En dan heb ik van Bobbi Brown Cream Shadow Stick. Deze kleur. Ik weet niet of je het een beetje kan zien. Maar dit is dus een cream stick foundation. Heel mooie champagne. Foundation. Oogschaduw. En een hele mooie champagne kleur. Dus dankjewel. Oh, ik moet mijn batterij even opladen, zie ik. Shit, ik wou jullie meenemen naar de nageldingen. Dus ik ga mijn nagels dus doen. Doe ik het wel met mijn mobiel, denk ik. Klaar en het is zo mooi weer geworden. Ik kon niet zoveel filmen, want ik was natuurlijk de hele tijd met mijn handen was ze bezig. Dus ik had geen handen om meer te filmen, maar ik heb het geprobeerd. Het is echt heel mooi. Ik heb de lichtroze babyboom weer. Dit zijn mijn eigen nagels dus. En dan de lichtroze babyboom. En dan niet met wit, maar echt lichtroze. En oh, de lamp gaat uit. En dan is het met één goud nageltje. I love it. Echt heel erg leuk. Ik zal het nog wel een keer beter laten zien, maar ik ga nu snel naar huis. En dan haalt Sander mij op, want dan ga ik bij hem eten. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en het is 9:30 en ik heb vandaag een kantoormeeting. Ik ga denk ik hierna wel even zeggen hoe en wat en hoe dat gewoon was. Ik wil het eerst even afwachten. Ik heb heel erg veel honger, maar ik heb geen tijd om nu te ontbijten, dus ik doe dat daarna wel. Ik denk ook niet dat het zo heel lang duurt. En dan ga ik even thee zetten, want ik heb echt heel erg veel keelpijn nog. Maar goed, even kijken. Oh, best ever. Yum, yum, yum. Verder heb ik dus gisteren mijn nagels gedaan. Wow, het is niet donker, hè? En ze zijn echt mooi geworden. Tada! Heel erg mooi. En ik doe het dus bij Milotte in Nijverdal. Ik moet vandaag naar school van 3 tot 6. Echt, het is zo'n verschrikkelijk rooster. Dan zit je de hele ochtend te wachten tot je naar school mag. En dan ben je s'avonds laat pas thuis. Want ik ben dus nu onderweg. Dus ja, echt vreselijk. Maar wij beginnen al om 1 uur. Want we willen nog even voor school bezig met het project. Dus ik heb dus nu zo die meeting. Ga ik naar huis, kan ik 2 uur nog wat doen. Ik wil nog een to-do-lijstje maken. Ik wil nog even een boodschappenlijstje maken. Met wat ik allemaal nog voor kerst en zo wil gaan halen. Ook voor andere mensen natuurlijk. En nog even kijken wat ik met Black Friday ga halen. Want eigenlijk heb ik niet per se wat nodig. Alleen nog een dikke krultang. En ik dacht misschien dat ik dat beter met Black Friday kan halen. Want dan is het toch korting. Oh ja, en ik wou nog setjes maken. Want ik ga morgen shooten in Amsterdam. Oh, zoveel zin in. En ja, met Black Friday. Oh, daar hadden we echt niet meer aan gedacht. En we hebben nu al helemaal gepland staan, dus we doen het ook gewoon. Maar, oh, dat wordt zo druk. Ik zie er nu al tegenop met die treinreis.
Maar maakt niet uit, het wordt echt heel erg leuk. Ik heb er zoveel zin in. Hoe sneller, hoe beter. Dus we laten gewoon lekker doorgaan. Dus daar ga ik nog setjes voor maken, voor kledingsetjes. Dus dat ga ik straks nog allemaal doen, voor ik naar school ga. Oh ja, ik draag trouwens deze, even goed licht zoeken. Deze blouse van de Zara, die wel bekende. En dan heb ik een Bershka hemdje eronder met mijn zwarte flarebroek van de Sting. En mijn Dr. Martens, die plateau Dr. Martens van Lily. Dus ik ga even thee drinken en dan ga ik zo weg. Oh ja, ik wilde dit nog laten zien. Ik ben helemaal gek op deze YouTuber. Allison, ik vind haar zo leuk. Het is dus, volgens mij is ze Engels. Of Amerikaans, ik weet het eigenlijk niet. Maar, oh, echt alles leuk. Alles leuk. Love it. Ik ben klaar en het regent keihard. Echt vreselijk. Maar het was echt heel erg leuk. Ik kan wel vertellen waar het voor was. Het was voor Icing on the Cake. En Icing on the Cake is eigenlijk een hostessbedrijf, zeg maar, wat je... ja, ik weet niet echt hoe je dat kan uitleggen. Anders moet je even op Instagram opzoeken. En het is heel grappig, want er zat zo'n kantoor in Nijverdal gewoon. Dus ik kon hier gewoon lekker chill, dichtbij, heen. Helemaal leuk. En ze hadden me nou benaderd of ik dat wat zou vinden. En dan kun je, zeg maar, ingehuurd worden en bij hele grote klussen, bij bedrijven. En dan kun je gewoon hostess vrouwtje zijn, weet ik veel hoe je dat zegt. Maar echt heel erg leuk. Dus ja, daar had ik net gesprek van. En ja, het klinkt wel leuk. Dus ik ga dat even aankijken, misschien een paar klussen doen. En kijken of dat wat voor mij is. Dus dat is dat. Daar hoorden jullie nog wel meer over. Maar dit moet ik zelf eerst ook nog even kijken hoe en wat. Ik ga nu snel naar huis. Ik heb honger, ik heb namelijk nog niet ontbeten. En ik ben nog steeds heel erg verkouden. En ja, ik moet straks ook naar school. Maar ik wil nog even snel mijn kamer opruimen. Nog een lijstje maken met wat ik voor kerst ga kopen en dat soort dingen. Dus ja, ik moet even een beetje opschieten. Lekker. Goedemorgen, het is vandaag vrijdagochtend en ik ben klaargemaakt. Ik ben ready to go. Ik ga vandaag shooten in Amsterdam en ik heb er heel veel zin in. Hoop dat de treinen gewoon normaal gaan rijden wegens drukte en zo met Black Friday. Maar goed, ik heb vanochtend trouwens 100 euro uitgegeven aan Black Friday dingen. Shame on you. Maar goed, dat komt volgende week vlog. Dan kan ik dat allemaal laten zien wat ik heb gekocht. Ik ga even andere ketting omdoen, zo'n laagjesketting van in het goud. En ik kreeg ook laatst de vraag hoe ik mijn ogen opmaak. Dus misschien dat ik dat nog een keer kan laten zien of zo. En ik zou even mijn outfit laten zien. En dan ga ik even snel ontbijten. En dan doe ik even lipstift erna op. En dan ga ik er vandoor. Lekker anderhalf uur in de trein. Ik draag nu deze naked sweater dress met mijn naked overknee laarsjes. En verder neem ik jullie vandaag gezellig mee. Jee. Ik eet nog even snel een pannenkoekje met stroop op. Want echt geen idee wat ik moet eten. En dan ga ik zo even naar de Jumbo. En dan haal ik even snel wat broodjes. Doe ik een pakketje op de post. En dan gaan we er vandoor. Oh, lekker. Eet smakelijk. Oh, er komen heel veel mensen aan nu. Oh, echt? Ja. Nou, we zijn lekker aan het shooten. Een beetje verwilderd. Ja, het gaat echt heel goed. Oh. Echt, hè? Oh, een stuk vloer. Ah.
Van die man die eruit. Oh mijn god, dit geloof je nooit. Ik heb hier zojuist omgekleed. En er was niemand. We hadden die deur dicht gedaan. Zo van geen doorgang. Jas ervoor, alles. Lopen nu gewoon een hele tourgids. Nou, ze moesten 2 minuten eerder komen. Maar het gaat goed. En nu nog een paar outfitjes. En dan zijn we klaar. Dan gaan we naar de kerstboom en chocolademelk drinken. En ho! Nou, let's go. Het is echt bizar. Echt bizar. Ja. Er kwam gewoon niemand aan bij ons. Echt nee. Ik ga helemaal stuk. Nou, groetjes. Goed, ik ben thuis. Ik ben helemaal gesloopt. Maar wat was het leuk en wat is het geslaagd. Ik kon niet zo goed filmen, want het was bloedje druk. Echt vreselijk. Maar ik kon gelukkig zitten in de trein. Maar het was wel gewoon vet druk. De laatste trein kon ik niet zitten, moest ik staan. Met mijn hakken. Maar goed, ik zag dat mijn moeder had een foto gestuurd met allemaal pakketjes. Dus ik ga nog even een pakketjes unboxing doen. En dan stop ik ermee voor vandaag. Morgen moet ik de hele dag werken. Dus ja, even bijkomen. Sander komt zo ook. Gaan we even lekker niks doen, want ik ben helemaal kapot. Hoe leuk zijn trouwens de lichtjes. Echt heel leuk. Maar goed, echt 1.000.000 foto's. Echt heel leuk. Dus check even mijn Instagram, dat is Floor Delver. En hele nieuwe feed incoming. Helemaal blij. Jee, pakketjes. Oké, het licht is echt vreselijk, maar maakt niet uit. Ik heb echt vet veel. En geen idee wat het is. Ah, nog steeds verkouden, maar we can do this. Oké. Pakketje 1. Happy holidays, Floor. Maria Nila. Oh, dat is een heel chill haarmerk. Tenminste, ze hebben ook geurkaas en zo, maar ik ken ze echt van hun haarproducten. Oh, wat leuk. Ik wist niet dat ik dit kreeg. Het is gewoon een cadeautje. Mam, ik heb gewoon een... Oh, ik schrik voor jou. Ik sta gewoon te kijken. Ja, ik dacht dat je zat in de woonkamer. Oh. Oh, kijk. Wat mooi. Die doos. Dit is het. De Luminous Color. Protecting Shampoo, Conditioner Shampoo. Dat zit er jammer in. Omdat het kerst bijna is. Wow. Heel mooi. Dit is de shampoo. Dit is de conditioner. En dit is de handlotion. En dat is allemaal lichtroze. Dit is echt zo schattig. Heel leuk om weg te geven. Kijk dan. Om te krijgen. Ja. Dat bedoel ik meer. Zou het lekker ruiken? Ik kan niet goed ruiken. Is ruiken? Waar ruikt het naar? Ik kan het niet ruiken. 100% vegan. Mm. Waar ruikt het naar? Ja, een beetje zoet. Pomegranate staat hier. Ja. Oh, leuk. Dit is dus voor gekleurd haar. Dat is handig, want ik heb gekleurd haar. Nou, het volgende pakket. Als hier kan een geur in zitten. Dit is weer van mooi. Oeh. Wel door verwend, hè? Ja. Hi Floor, onwijs leuk dat je gaat samenwerken met... Ik kan niet zo goed uitspreken. Jean-Paul. Ja, dat. Jean-Paul Gaultier. Ja. Ga je daarmee samenwerken? Ja. Wow. Ja, papa zei ook al, oh, lekker. Dat is een geurtje. Ja. Ja, zo'n kerstgeur. De familie is op windsport en jij kan ook een... Een beetje meegenieten met deze Scandal Snowball. Geniet van de heerlijke geur. Oh, shampoo Gaultier. Tadaa. Kijk hoe leuk het is. Oh, Sam. Hey. Ik heb allemaal pakketjes. Ik ben even aan het unboxen met mijn moeder. Zie. Wat is dat? Cool. Ja. Oh, ja. Het is echt heel vet. Oh, wat leuk is die. Oh. Die is gaaf. Hoe maak je dit open dan? Ja. Oh, er zit helemaal... Wat gaaf is die? Wow. Echt? Oh, wow. Ja. Ja, maar ik vind shampoo Gaultier heel erg lekker, want ik heb shampoo Gaultier. Wow, dat is echt vet. Ja. Oh, maar het lijkt zo'n sneeuwbal. Ja, ik dacht dat het dat was. Oh, mag ik ja, ruiken? Ik ben ook benieuwd. Mag ik bij jou ruiken? Oh, dit is echt een floorgeur. Oh, lekker! Oh, lekker! Lijs, je ruikt een beetje. Zo'n nageur is honing, maar hij is vet zoet. Maar niet te zoet. Hij is wel een beetje zoeter. Maar heel zwaar, daar hou ik van. Ja. De geur is Scandal. Scandal. En dan hebben we de laatste grote doos. Dat is een drukke afstand. Ja. Maar alle treinen kon ik zitten, maar de laatste van Zwolle naar Nijverland moest ik staan. En ik had hakken aan, dus ik ging alle kanten op met mijn koffer. Ook weer een kaartje.
Hoi Floor, hier bij de derde Glow Glammers box van Glam Glow Zo kan jij jouw skincare routine weer een boost geven. Enjoy. Ik heb hier... Oh, deze is een beetje kapot. Oh nee, dat wordt zo. Een mooie verpakking. De Glam Glow Water Burst Hydrated Glow... Oh, dat is gewoon dagcreme. De Bubble Sheet Cleanse Mask. De Glam Glow Super Toner Exfoliating. Exfoliant. De Glam Glow Modder Masker Treatment. Ja. Dus dat heb ik allemaal gekregen. Yay. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Ik ga even opschieten, want ik moet werken de hele dag. En ik draag deze Naked trui en mijn leren broek van Naked. Ja, ik zie jullie straks wel. Ik moet zo werken dus. Zo, ik ben thuis van werk en mijn kerstjurkje is binnengekomen. Hij is zo knettermooi. Ik ben zo verliefd. Wacht, even iets donkerder maken. Ik heb dit gouden kerstjurkje van Asuals. Oh my god, I can't. Ik heb gewoon hier geen woorden voor. Hij zit echt gegoten. Hier zit hij bij mij goed, terwijl ik echt niet veel tiddetje heb. Dus ja, helemaal perfect. Normaal is het dan bij mij al heel gauw en dan zie je niet eens wat. Dus ja, echt heel mooi. Hier zit hij dan weer lekker goed, zeg maar, dat hij gewoon mooi hier je aansluit. En dan hier weer lekker wat waaier, niet zo strak. Dus die mouwen ook, het zit gewoon echt gegoten. Ik kan het niet aan. Dit is echt prachtig. Oh mijn godje. Heerlijk zeg. En ik draag een maat S. En nu moet ik deze shit gaan... Oh, het zit vast. Zo, nu niet meer. Nu moet ik alles opruimen. En in die koffer zit ook echt miljoen kleding. En... alles opruimen, opruimen, opruimen. En al die pakketjes een plekje geven. En oh, er geen zin in. En daarna ga ik mijn haar wassen en kom mijn vriendin. En dan ja, ga ik ook nog naar Sander morgen en naar mijn vader. Dus ja, planning, planning, planning. Hé, hey, een tampon. Maandag en ik ga de vlog afsluiten. Ik heb echt last van mijn keel. Ayo. Gisteren was echt nog heel erg leuk. Ik was bij Sander en toen gingen we naar Borghuis. Ik zie het trouwens net, ik ben echt net 2 minuten wakker. Maar ik dacht, ah, to-do lijstjes vandaag. Laat ik even de vlog afsluiten. Gisteren was ik nog met Sander en gingen we naar Borghuis. Echt een aanrader, zo leuk. Het is dus echt een intratuin, maar dan XL. Met allemaal kerstdingen, echt leuk. Dus ik heb nog wat dingen gehaald. Ik heb heel schattige 2 van die kerstboompjes gehaald. En eentje is wat kleiner dan de ander. En ik heb namelijk voor mijn raam 2 van die gouden dingen. En ik dacht, oh, hoe cute is het om daar kerstboompjes in te doen. En ik heb deze nog gehaald. Deze. Dit is ook een kerstboompje met glitter. In het wit. Dus die vind ik ook schattig. Want ik had dus, wat jullie konden zien deze week vlog, van Jean-Paul Gaultier. Een geurtje gekregen met zo'n hele mooie stolp met sneeuw. Ik dacht, dit is echt cute om erin te doen. En ik heb dit. En dit is zo'n touw. En daar zit van die ledlampjes doorheen. En dat vond ik echt schattig. Ik dacht, misschien kan ik dat touw wel om mijn bed zo wikkelen. Of ergens ook bij mijn kamer heen wikkelen, om me heen wikkelen. Dus gewoon een beetje decoratie geshopt. En het was echt heel gezellig. En daarnaast ben ik naar papa geweest. En hebben gegeten. En daarna expeditie gekeken. En ja, vandaag is het alweer maandag. En moet ik de weekvlog afsluiten. En ga ik weer beginnen met de volgende. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Abonneer graag op mijn kanaal als jij dat leuk zou vinden. Ik zou het wel heel erg leuk vinden. Ik zag namelijk dat... Wat was het? Elke keer vergeet ik het. 53% volgens mij van mijn kijkers niet geabonneerd is. Dus abonneer gewoon op mijn kanaal. Dat zou ik heel erg leuk vinden als jij dat doet. Doe een duimpje omhoog. En de aankomende week dus. Tot met januari of zo. Misschien daarna ook nog wel. Elke week 2 video's op mijn kanaal. Op de dinsdag en de vrijdag. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En ja, tot de volgende video. Doei. Tot vrijdag. Tot vrijdag.